Maarten, jij wist ook meteen hoe je met die liedjes aan de slag moest. Ik bedoel, je houdt van die muziek, je kende het, je vindt het fantastisch. Je wist ook meteen hoe je dat wilde bewerken. Nou, dat wist ik natuurlijk niet meteen. Ik hou heel erg van die muziek, maar die muziek is heel divers. En ik ben 3 keer bij Lenini geweest in Rio de Janeiro. De eerste keer om wat meer af te tasten of er überhaupt een project in zou zitten. En dit jaar ben ik 2 keer geweest om echt keuzes te maken welke liedjes we zouden doen. Want hij heeft zoveel liedjes. Ja. Dus ik kan niet in mijn eentje al die cd's opzetten. En dan, dat duurt veel te lang. En ik wilde ook graag weten wat hij wil spelen. En toen hebben we eigenlijk samen op de bank gezeten. Hij met zijn gitaar en met een computer. En luisteren. En af en toe speelde hij wat voor. En zei hij, ah, dit zou een liedje kunnen zijn. Wat vind je hiervan? En dan speelde hij dat. En dan zei ik meestal ja. Dus op een gegeven moment hadden we een shortlist van 25. Dus daarna ben ik nog een keer geweest. Hebben we weer een keer over gehad. En ik denk uiteindelijk hadden we de shortste list was 18. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dat wist ik natuurlijk niet van 18 stukken wat ik daarmee wilde. Dus wat ik heb gedaan is van die 18 stukken. Die heb ik allemaal heel vaak geluisterd. Heb ik uitgezocht. Dus allemaal opgeschreven. Allemaal genoteerd en getranscribeerd, zeg maar. En vervolgens heb ik gewoon gedacht, ik ga, omdat er zoveel zijn, kies er één die me nu het meeste aanspreekt en die ga ik dan doen. En dan focus je daar 1 of 2 dagen op, want ik had het al uitgezocht, dus die hele vorm was al klaar. Dus je kunt echt puur op de muziek concentreren. En dan heb ik gewoon heel intuïtief gedacht, wat is nou het eerste wat in me opkomt bij dit stuk? En dat heb ik gedaan. Aldus pianist-componist Maarten Fonsen over hoe hij songs van Lenini arrangeerde tot het materiaal van het speciale door Music Meeting geïnitieerde project The Bridge van zijn Maarten Fonsen Orchestra met de Braziliaanse zanger Lenini. U kijkt naar de 5e en laatste zomerspecial van de Muze. Vorige keer zag u deel 1 van The Bridge. Kijkt u nu naar deel 2 van dit onbetwiste hoogtepunt van Music Meeting 2013. Sorriso amarelo, dentro do meu peito, maldade.
Mateus e Bastião do Boi Pupá. Sou um boneco do mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Penavio, no frevo de capiba ao som da orquestra Moriá. Sou capibari num livro de João Cabral. Solto de um maracatu, eu sou um alto de Ariano Suaçu, no meio da feira de Caruaru. Sou Frei Caneca, no pastor do Faceta, levando a flor da lira pra Nova Jerusalém. Eu sou Luiz Gonzaga, eu sou do Mangue também. Eu sou Mamelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou do Rio do Norte. Eu sou Mamelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou de Rio. E sou Macambira de Joaquim Cardoso, banda de pife no meio do canavial, na noite dos tambores silenciosos. Sou a calunga revelando o carnaval. Sou a folia que desce lá de Olinho. Homem da meia-noite, eu sou puxando esse cordão. Sou jangadeiro na festa de Jaboatão. Sou Marelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou do Rio do Norte. Eu sou Marelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou do Rio do Norte. Eu sou Marelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou do Rio do Norte. Sou Mamelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou do Rio. Eu acho que eu faço uma coisa parecida com o que você faz. Reportagem. Als wat jij doet, hij maakt een reportage. Eu faço reportagem, eu faço jornalismo. Eu faço crônica. About life. Yes. Qualquer coisa que me toque, que reverbere, seja que me impressione para o bem ou para o mal. Mas aquilo é um estímulo para eu pôr aquilo em palavras e ser o meu depoimento. Eu prefiro acreditar que minha música é um documento. Kijk, alles wat hem beweegt, alles wat hem raakt, wat hem
emotioneert, wat hij interessant vindt of dieper. En daar kan hij over schrijven. Hij is een chroniqueur, zoals hij zei. En ja, eigenlijk is wat hij doet met zijn muziek is gewoon een document maken. Een document over zijn leven. Dus hij heeft ook daarin geen grenzen. Wat hem raakt, wat hij binnenkrijgt. En dat kan goed zijn, dat kan mooi zijn, dat maakt niet uit. Daar schrijft hij over. O silencio des estrelas e chama chama de stilte van de sterren. Dus ik zou zeggen, hou die adrenaline nog even vast voor straks. Ga even weer rustig zitten. Ja, sorry hoor, we bouwen dat een beetje slecht op. We don't know how to build up a set, we're very sorry. But please sit down for the next beautiful piece of Lenini. O silencio des estrelas. Eu pensei que tinha minhas mãos com um Deus e amanheço mortal. Repetindo os mesmos erros, dói em mim ver que toda essa procura não tem fim. E o que é que eu
estrelas a ilusão. Eu pensei que tinha em minhas mãos um Deus e a U zag de Braziliaanse zanger Lenin en het Nederlandse Martin Fonse Orchestra in deel 2 van het uiterst succesvolle, door Music Meeting 2013 geïnitieerde project The Bridge, zoals vastgelegd op zondag 19 mei.
Deze laatste zomerspecial van de Muze werd gemaakt door Michel Holla, Stephanie de Beer en Bas Andriessen. We danken de NTR voor het mogen gebruiken van de door hen gemaakte audio-opname. Na lei da embolada, na língua da percussão, a dança mudando o tempo, a gíria do mambo lembra o charme dessa nação. Quem foi, fez o samba embolar? Quem foi, fez o tom de samba? Quem foi, fez a ema gemer na boa? Quem foi, o tocar? Quem foi, jogou com o melhor? Quem foi que fez o sapo cantor de lagoa? Diz aí, diga, diga, Tião, fosse. Comprasse, pagasse, me diz quanto foi, ah, me diz quanto foi, diga Tião, fosse, comprasse, pagasse, me diz quanto foi, me diz quanto foi.